als je het hebt over kunst en criminaliteit, illegale handel, diefstal, etc. Ik kan maar tot één conclusie komen. En dat is dat er geld mee verdiend wordt. Daarom is in 1970 het internationale verdrag tegen illegale handel in werking getreden. En tot op de dag van vandaag van groot belang. Vraagstukken rondom roofkunst is vraagstukken voor iedereen. Kunst, erfgoed zijn belangrijk voor de identiteit van mensen. Het is natuurlijk ontzettend fijn om je te omringen met mooie voorwerpen. Maar wees je ervan bewust dat je niet per ongeluk cultuurgoederen aankoopt die illegaal uit een land zijn uitgevoerd. De kernvraag is: hoort dit thuis bij mij? Heb ik het recht om het hier te hebben? Of hoort het in een andere context thuis? Dat je niet zomaar iets in een winkeltje koopt en het in je koffer daalt. De opkomst van de handel over het internet is ook een van de belangrijke redenen voor die toegenomen regelgeving. En het mooie van deze serie is dat iedereen nu opgeroepen wordt zich bewust te zijn van wat je koopt. Iedereen heeft daarin een verantwoordelijkheid.